Mulder en Mulder hebben toch twee behoorlijke après-ski-hits op hun naam staan. Ja, dat geluk dat hebben wij. Ja. Met Cheerio en de Lange Fase Rood. Die doen het hartstikke goed hier in de cafés en in de kroegen. Klopt. We zijn druk bezig met nieuw materiaal. We zijn bezig met een nieuw album. En een najaar misschien is dat wel leuk om toch wel even aan te geven. Ondanks dat hij nog in de sneeuw staat, gaan we een x-aantal dingen weer live met band doen in het land. Dus we zijn hartstikke druk bezig met nieuwe dingen. Live met band in het land. Ja, dat is natuurlijk een stukje wens van papa ook. En ook van mij. Hij heeft het natuurlijk jarenlang gedaan met Havenzangers. En je kan gewoon veel breder weg als dat je gewoon met je bandje, dus met een tapeje doet. En dat lijkt ons wel heel gaaf om de feesttenten weer in te gaan met een mooie grote band. Het leukste moment voor mij was toen Alarmfase Rood binnenkwam in de Megatop 100. Kijk, hij had het natuurlijk al heel vaak meegemaakt, maar ik niet. En in één keer stond hij in het lijstje van 100. En dat was voor mij heel leuk. Maar zo ook optredens hebben, stuim ook optredens die me bijblijven. Gewoon allerlei dingen bij elkaar. Wat maakt die feestweek in Westendorf nou zo leuk? Nou, punt 1, de gezelligheid. Er zijn heel veel mensen uit Nederland, heel veel fans. Daarnaast, je hebt natuurlijk de combinatie van een feestje in de feesttent en in de kroegen en noem het allemaal op. Het weertje zoals vandaag, fantastisch en lekker skiën. Dus die combinatie maakt denk ik de feestweek Westendorf wel heel uniek. Ieder optreden is natuurlijk anders, ondanks dat wij natuurlijk wel een beetje programma hebben en samen doen. Maar ieder optreden is anders en we maken zoveel dingen mee onderweg. Dat is, iedere week is weer een feestje. Nog steeds vreselijk trots op de zoon. Ja, natuurlijk. Dat blijft zo en ik hoop dat het nog heel lang doorgaat.